Natuurbegraafplaats Weversloo heeft onlangs zijn eerste boswerkdag gehad. Omroep Venray ging een kijkje nemen. Wij hebben onze halfjaarlijkse boswerkdag. En dat is een dag waar we samen met vrijwilligers allerlei werkzaamheden verrichten die nodig zijn om van dit stukje natuur ook in de toekomst mooie natuur te maken. Wij zijn nu bezig met het aanleggen van een beukenlaan. Jullie zijn vandaag aan het helpen bij de bosdag. Waarom doen jullie dit? Omdat ik hier al mijn toekomstige plek heb. En dat geldt voor jou ook zo? Wij hebben dit jaar een plek hier gekocht. Omdat we, ja, we op een gegeven moment op de Hilto hebben wij de stand gezien. En dat trok ons wel aan. En toen zijn we open dag geweest. En dat bleek toch uiteindelijk toch wel waar te zijn wat gezegd werd. We hebben een aantal jaren geleden al aangegeven dat we een gemengd bos willen met meer variatie in de natuur. Zodat je meer boomsoorten krijgt, meer bodembegroeiing, meer struiken erin van allerlei soorten. En dat is aantrekkelijk zowel voor de mens als voor de dieren. Want als gevolg daarvan zullen er ook meer vogels komen en andere dieren. En over wat voor dieren praat je dan? Nou, wat je hier kunt zien en horen, dat zijn allerlei vogels. Van bonte en groene specht tot heel bijzonder de zwarte specht. Maar ook de uil en de havik en de buizerd vliegt hier. Allerlei kleine zangvogels kun je hier horen. Maar ook 's nachts dan scharrelt de das over het terrein. En soms dan springt er een ree weg als je hier wandelt. Dus eigenlijk is er een grote variatie aan diersoorten hier. Want dat is ook juist zo bijzonder aan dit terrein, is het niet? Ja, het is nu een natuurterrein en dat willen we zo houden. En het bijzondere is dat we in dit terrein dus de functie natuurbegraafplaats hebben. En het kenmerk daarvan is dat mensen die een plekje zoeken voor als grafplek, dat altijd moeten doen op een manier die ondergeschikt of dienend is aan de natuur. Dus ik zeg altijd tegen mensen, zoek je eigen plekje uit, dat mag. Maar wij geven dan aan of het op die plek kan of niet kan. Soms is het omdat iemand anders die plek al heeft gereserveerd of daar is iemand begraven. Maar soms kan het ook niet omdat dat te dicht bij bomen is die we willen bewaren. Dus de natuur, het natuurbeheer staat voorop en het natuurbegraven is dienend ondergeschikt aan het natuurbeheer. Want Weversloo, dat is een onderdeel van het landgoed Weversloo. Moet je ook voldoen aan bepaalde eisen? Ja, om de landgoedstatus die we hebben te behouden, moet je de natuur schoon, want daar vallen we dan onder de natuurschoonwet, moet je die goed bewaren, zeg maar. En zorgen dat daar ook goed mee omgesprongen wordt. Dus wij hebben daarom ook dat plan gemaakt en zijn ook op grond daarvan jaarlijks verplicht om te rapporteren wat er allemaal gedaan is om dat plan tot een goed einde te brengen.